Freek van der Wart heeft woensdag per direct een punt achter zijn shortracklopen gezet. Na een zware enkelbessure slaagde hij er niet in weer zijn oude niveau te halen. Van der Wart brak in augustus 2016 zijn enkel op een training. Na een lange revalidatie wist hij niet terug te keren naar de top. Ik voel er niet voor om op een lager niveau te moeten rijden. Aldus van der Wart in een persbericht. De 29-jarige Zuid-Hollander werd in 2013 in Malmo Europees kampioen. Die zondag lukte ineens alles. Dat is me daarvoor en daarna nooit meer gebeurd. Blit hij terug, ik heb er enorm van genoten. Die titel was zo bijzonder. Van der Waard behoorde sinds 2006 tot de nationale selectie en geldt als een van de pioniers van een short track in Nederland. Met een Laploeg behaalde Van der Waard goud, 2014, zilver, 2013, en brons, 2015, op de WK. Op de winterspelen in Solgie van 2014 ging Van der Waard in de eerste ronde van de la finale onderuit, waardoor de kans op een medaille direct verkeken was. Ik voelde de grond onder me weg zakken. Zegt de het uit meer vier jaar naar dato. In Sochi kwam hij in drie van zijn vijf races ten val. Dat dieptepunt had Van der Wart op de komende winterspelen in P.J. recht willen zetten. Maar hij slaagde er niet in zich te kwalificeren. Ik wilde heel graag nog één kans krijgen in een Olympische finale. Dat kwam er niet van, treurt hij. Ik heb na mijn enkelbreuk keihard geknokt om terug te komen. En ik kwam heel dichtbij. Maar de race tegen de klok heb ik verloren. Toen het erop aankwam... Was ik net niet goed genoeg? Van der Waart wil nu zijn studiebedrijfskunde afronden en hoopt in de toekomst een baat te vinden in de sportwereld. Ik zou me graag willen toeleggen op het verbeteren van topsportfaciliteiten, bijvoorbeeld binnen Sportbond, Daan Brilsma en Sjinkie Knecht, die tegelijk met Van der Waart bij de nationale selectie kwamen, komen volgende maand wel in actie bij de Winterspelen van Pier De Nederlandse mannenselectie bestaat verder uit de Jonkies Dylan Ik zag de en Dennis Visser.